Zo, beste mensen, nogmaals welkom. Klassement is een leermiddelennetwerk en jullie komen heel vaak voor de leermiddelen, voor de blaadjes, het downloadbaar lesmateriaal. Maar uiteraard, je komt om iets te vinden en je kan alleen maar iets vinden als er iets wordt toegevoegd. Dus we hebben ook heel wat mensen die materiaal toevoegen op klassement. Waarvoor dank. Dat betekent niet dat als je alleen maar downloadt, dat je geen bijdrage levert aan het klassement, allerminst. Het zijn de leermiddelen en ook het netwerk. En het netwerk, dat ben je ook als je alleen maar downloadt of op zoek gaat naar materiaal. Uiteraard, als alleen maar mensen zouden zoeken en niks toevoegen, dan hebben we een probleem. Voilà, we gaan 5 puntjes behandelen vandaag. Heel snel, we proberen in een kwartiertje maximaal 20 minuten klaar te zijn. Ik ga proberen het tempo van spreken wat op te drijven. Hoe voeg je leermiddelen toe? Dat is uiteraard de belangrijkste vraag van deze webinar. Wat kan je precies toevoegen? Heb je een van de vorige webinars gevolgd, dan heb je de verschillende types leermiddelen al even gezien. Wat met het auteursrecht? Kom ik zo dadelijk op terug. Wordt mijn leermiddel beoordeeld? Ja en nee. Ook zo meteen. En wat zijn de voordelen van toevoegen? Waarom zou je effectief iets gaan toevoegen op klassement? Dus als wij moderatoren materiaal binnenkrijgen op klassement, dan, dan is de eerste reden om het niet online te zetten, omdat er geen rekening werd gehouden met de auteursrechten of als er geen bronvermelding werd voorzien in het materiaal. Wij maken deel uit van het departement onderwijs, dat is de overheid, dus we moeten minstens deze regels naleven. En eigenlijk moet iedereen dat doen, niet alleen wij. Dus ook jij als toevoeger van materiaal. En eigenlijk verwachten we dat ook van onze leerlingen als we iets maken, dat ook zij bronnen vermelden waar ze hun materiaal hebben gehad. Nu, er kan binnen onderwijs heel wat. Als je materiaal voorziet van afbeeldingen die het doel hebben om het leerplandoel te bereiken, dan voldoe je eigenlijk al meteen aan de voorwaarden om materiaal te mogen gebruiken. Oké, het kan als het een citaat is. Als je dus een leerplandoel bereikt of probeert te bereiken, dus niet gewoon een figuurtje ter illustratie. Dat is niet een goede reden om materiaal te gaan toevoegen of auteursrechtelijk materiaal te gaan toevoegen. Je moet altijd de bronnen vermelden, altijd. En je mag de inkomsten van de auteur niet schaden. We kunnen daar verder over uitweiden, gaan we niet doen. Er is een prima link waar je dat kunt nalezen, die staat onderaan het scherm. En ik denk dat mijn collega Eline deze ook straks nog zal plakken. En voilà, kijk, Eline is sneller dan de schaduw van Lucky Luke. Die heeft ze al geplakt in de chat. Gebruik dus auteursrechtenvrije afbeeldingen. Je vindt dus de link. Wat louter illustratief is, dat niet bronnen toevoegen. En eventueel kun je een foto vervangen door een link naar een online foto of gewoon zeggen van plak hier een eigen foto. Als wij op zoek gaan naar fotomateriaal voor op klassement, als we bijvoorbeeld een leermiddel waar iets op staat, we vinden niet meteen de bron terug, dan gaan we misschien zelf een afbeelding gaan toevoegen. Dat doen we niet standaard. Dat is ook niet de bedoeling dat wij zelf afbeeldingen gaan toevoegen aan jouw materiaal. Maar als het al gebeurt, dan gaan wij op zoek naar foto's op Pixabay. Pixabay is zowat de site waar je vrij te gebruiken afbeeldingen mag gebruiken. En dat is makkelijk, want maak je een bundeltje en gebruik je alleen maar foto's van Pixabay, dan volstaat de bron pixabay.com. Dan plaats je die bronvermelding helemaal achteraan in je presentatie of in je bundel, je werkblaadje, en dan volstaat dat. Er zijn nog een aantal interessante bronnen en ik vermeld zeker ook even Sclera, daar vind je heel wat pictogrammen. En die kun je eventueel ook gebruiken voor visuele ondersteuning of bijvoorbeeld bij het communicatie met anderstalige ouders. Jouw materiaal wordt wel beoordeeld, maar niet door ons. Wij, moderatoren, gaan jouw leermiddel niet beoordelen. Wij zeggen niet van, is het maar dat. Dat doen wij nooit. Dat is niet waar wij aan werken. Wij gaan zorgen dat het goed vindbaar is, goed omschreven en trefwoorden. Maar je materiaal wordt wel beoordeeld, uiteraard, door het hele netwerk. Want het klassement is een leermiddelennetwerk. En hoe vaker mensen met jouw leermateriaal, met jouw lesmateriaal in interactie gaan, hoe beter het gevonden wordt en hoe meer het naar voren geschoven wordt bij het zoeken naar jouw
naar die trefwoorden, naar die onderwerpen enzovoort. Wij optimaliseren dus de vindbaarheid en kijken naar een aantal andere criteria. Nu, als je materiaal wilt toevoegen op klassement, dan doe je dat rechtsbovenaan. Klik op voeg toe en dan kun je op een heel eenvoudige manier, op een snelle manier, materiaal toevoegen. Ik ga even naar de site om te tonen hoe dat precies moet. Voilà, je bent aangemeld op klassement en je gaat naar voeg toe. Dat is nu wel vreemd. Ah, oké. Mijn cursor marcheerde eventjes niet. Als je wilt toevoegen, dan klik je op het materiaal dat je wilt toevoegen. Dat zal meestal een blaadje zijn, een PowerPoint-presentatie of een andere presentatie, een lesvoorbereiding, een cursus. Dat is downloadbaar lesmateriaal. Er zijn twee mogelijkheden. Geavanceerd. We houden het bij de snelle manier om iets toe te voegen. Ik scroll even door de volledige procedure. Je ziet, dat zijn maar een paar stappen. Ik zal het heel kort bespreken, elke stap. Het is uiteraard jouw naam die bij het lesmateriaal komt. Je gaat iets toevoegen van op een harde schijf of bijvoorbeeld een online opslag. Dan kan Google Drive, OneDrive, Dropbox. Ik neem gewoon eender welk lesmateriaal van op mijn harde schijf. Even deze afbeelding hier. Zo. Ik zie hier een heel kader. Dat lees je best. Gebruik geen beschermmateriaal, stripfiguren. Partituren, denk aan materiaal van Studio 100 bijvoorbeeld, en wel vrij te gebruiken afbeeldingen en maak ook een bronlijst. Dan kies je de licentie. De licentie is de manier waarop jouw leermiddel mag gebruikt worden op klassement en daarbuiten. Heb je het zelf bedacht? Ja. Staan daar duidelijk herkenbare personen in? Nee. En dan wordt meteen een aanbevolen licentie voorgesteld. Als je echt wil weten wat het betekent, die licentie, dan ga je met je cursor even boven die icoontje staan. Uiteraard op basis van jouw antwoorden word je verder geleid door dit proces en kom je uiteindelijk bij een aanbevolen licentie. Voilà. Volgende stap. Je geeft ons een omschrijving. Je ziet staan minstens 50 karakters. Het helpt ons echt wel vooruit als je ons een beetje vertelt waarvoor jouw leermiddel geschikt is, hoe jij het gebruikt in de klas, wanneer je het gebruikt, voor of achteraan, een bepaald proces enzovoort. Ik ga nu gewoon wat nonsens intikken om te zien dat die bar, dat die progressiebar, dat die vooruit gaat. Ah, hopelijk dit in de les, Erik. Ah, zes en zo. En hoe evalueer je? Ah, voilà. Super. De computer is blij. Ik heb 146 tekens gedekt. Minimaal 50 volstaan ons om een beetje in te schatten waarvoor jouw lesmateriaal dient. Dat helpt ons echt vooruit. Uiteraard moet je ook het onderwijsniveau aangeven. En dit is op basis van het onderwijsniveau dat je hebt aangegeven in jouw profiel. Mijn profiel is secundair eerste graad, dus dat is wat er staat, secundair. Wil je iets toevoegen wat misschien ook geschikt is voor een ander onderwijsniveau? Ik denk bijvoorbeeld aan volwassen onderwijs, want daar kan materiaal ook gebruikt worden. Of bijvoorbeeld, stel dat mijn materiaal voor de eerste graad secundair ook bruikbaar is in het lager zesde jaar, dan kan ik dat aanklikken. Nog twee stappen te gaan. Voor welk vak is dit? Wel, voor Frans en het lager onderwijs. Maar ik zie hier het hele vakje. Dat betekent dat ik eigenlijk nog iets te kort heb aangeduid. Ik ga naar secundair. Frans, want dat is mijn vak. Stel nu dat ik denk van, oh, dat kan ook voor volwassen onderwijs. Ik zie dat hier niet staan, want ik heb dat niet aangeduid bij volwassen onderwijs, bij onderwijsniveau. Nu zie ik hier weer dat ik een vak tekort heb voor het volwassen onderwijs. Ik klik op Frans. Geen heel kadertje meer, dus prima in orde. De sleutelcompetenties, geen verplicht veld, maar ken je het al, dan duid je het aan. En ook geen verplicht veld, maar als je methode, als je materiaal bij een methode hoort, dan horen we dat graag. Bijvoorbeeld 6, hoeveel, voilà. Klik op bewaar en wij doen de rest. Heel eenvoudig dus. Ik denk niet dat we er sneller kunnen doorgaan dan dit. Maar dus het toevoegen van materiaal is eigenlijk in 1 minuut geklaard, denk ik. Je kiest gewoon het leermiddel. Je zegt voor welk vak het is, voor welk onderwijsniveau. Je geeft een omschrijving waar wij moderatoren mee verder kunnen.
eventueel bij welke methode het hoort. Je kiest een licentie en je bent klaar. Nu, je kunt je ook afvragen, waarom zou ik materiaal toevoegen? Er zijn verschillende redenen om dat te doen. Ten eerste, je helpt het netwerk. Je geeft iets terug voor het vele materiaal dat jij misschien al hebt gedownload. Je krijgt er ook punten voor. We gaan daar niet verder op in detail treden, maar je hebt bij aanmelden op klassement heb je 1000 punten gekregen. En met die 1000 punten kun je 500, ja, ik zeg het, en je hoort het goed, 500 leermiddelen gebruiken, zonder dat je ook maar iets terug moet geven aan het netwerk. Uiteraard kom je op nul, dan kun je nog alles bekijken wat je ooit hebt bekeken, maar kun je geen nieuwe dingen meer bekijken. Gewoon door in interactie te gaan met het materiaal, het schrijven van een review, het geven van een score, of uiteraard bij toevoegen van eigen materiaal, krijg je al meteen heel wat extra punten. Je doet het niet voor de punten, maar je doet het misschien wel voor de likes die je zult krijgen. En als jouw materiaal zeer geapprecieerd wordt door het netwerk, kun je misschien zelfs een klassementprijs krijgen. Maar als het niet is daarvoor, kan je het ook doen om misschien jouw materiaal te laten verrijken of te laten wijzen op een foutje, want dat gebeurt wel. Ook bij moderatie zien we soms iets door de vingers en krijg je een interessante feedback om jouw lesmateriaal beter te maken.